Sinds kort is een groot deel van de collectie van het regionaal archief Nijmegen te raadplegen via de digitale studiezaal. Vanuit huis kunt u nu grasduinen in oude kranten, de fotocollectie bekijken en sinds kort ook historische films. Met het digitaliseren van het materiaal wordt de geschiedenis van de stad voor iedereen makkelijk toegankelijk en dat is belangrijk, vindt ook Hanny Kunst, wethouder cultuurhistorie. Nee, maar je hebt inderdaad één keer meer gelopen dan er verteld wordt. Ik noem het zelf vaak de schatkamer van de geschiedenis van Nijmegen en de schatkamer van de geschiedenis van alle gemeentes om ons heen in Nijmegen. Er gebeurt hier heel veel. Mensen denken vaak bij een archief aan iets heel saais. Mannen en vrouwen met stofjassen en heel veel grijze boeken. Maar eigenlijk is het gewoon een hele prettige ruimte om hier te zijn. Je kunt hier alles lezen over de geschiedenis van de stad. En dat kan zowel in de boeken, maar dat kan ook via de computer, dus digitaal. Maar je kunt hier ook films zien, je kunt hier ook aanzichtkaarten zien. Je kunt ook gewoon allerlei verhalen horen over de geschiedenis van de stad. Dus voor iedereen een hele mooie plek als je iets wilt weten over de geschiedenis van Nijmegen. Belangrijk onderdeel van het project was het digitaliseren van ongeveer 500 historische films. Deze films zijn de afgelopen 25 jaar verzameld en beschreven door de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld. Ineke Martin van Nijmegen Blijft in Beeld was hier nauw bij betrokken. Er wordt een klein contractje gemaakt, wordt die film geschonken, wordt die in langdurig bruikleen gegeven of ja, mogen we daarmee filmsvoorstellingen geven. Dus dat wordt allemaal even vastgelegd. En dan gaan we dus met zo'n montagetafel voor een 16 mm film gaan we dus de film bekijken. In eerste instantie wordt er gekeken naar de technische staat. Inderdaad, wat ik net zei, die perforatie. Is dat kapot? Zijn de lassen nog goed? Zo niet, dan wordt dat hersteld en gerestaureerd. En dan gaan we de film omschrijven. Wat houdt het in? Waar gaat het verhaal over? En dat wordt dan op een gegeven moment met alle technische gegevens die we daarbij hebben gevonden, wordt dat dus in de computer gezet. We krijgen films van particulieren. En dan praat je veel over de 8 mm films. Mensen hebben dat vroeger opgenomen in het kader van de familie wordt vastgelegd. Maar er waren ook heel veel mensen bij die het wel mooi vonden om hun eigen omgeving vast te leggen. Dus gelukkig ligt Nijmegen dan ook vast. We krijgen bedrijfsfilms. Nog niet zo heel erg veel als we graag zouden willen. Dus die zijn nog zeker welkom. Wat we nu binnenkrijgen moet ook weer gedigitaliseerd gaan worden. Die films zijn dus gedigitaliseerd. En zijn overgegeven, of de hele collectie eigenlijk, is overgedragen aan de gemeente Nijmegen, oftewel het regionaal archief Nijmegen. Nou, die zorgen ervoor dat op hun studiezaal als eerste alle beelden te zien zijn. In de digitale studiezaal is te zoeken door het intypen van trefwoorden. Zoeken kan ook per categorie. Ernest Verhees van het archief laat zien hoe het werkt. Om digitaal te zoeken kunt u eigenlijk het beste meteen naar de digitale studiezaal gaan, die via enkele links bereikbaar is. Dan komt er een nieuw scherm waarin alle onze collecties gezocht kan worden. Dan opent een apart zoekschermpje waarbij alleen de films zijn aangevinkt. En vervolgens kan ik hier een zoekterm opgeven. Als u een film ziet op basis van de beschrijving die u graag wil bekijken, dan klikt u op het icoontje. En komt er een schermpje in beeld met daarin een film. En die kan meteen bekeken worden. Er staat heel veel op internet uiteraard. Maar er staat nog veel meer is er hier in de depots beschikbaar die hier door iedereen is in te zien. De studiezaal zelf is 4 dagen in de week geopend. Van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 5. En op donderdagavond tot 8 uur. Het werk wat jullie nu doen, ja? Daar kunnen straks duizenden Nijmegenaren van genieten. En daarvoor en thuis. En die 6 miljoen Nederlanders ook. Oh ja, natuurlijk. Al die mensen die de 4 dagen hebben gelopen. En de rest van de wereld en die geïnteresseerd is daarin. Juist.